Hoe gaat het met je? Hartstikke goed. Ik ben net weer genezende van een drievoudige beenbreuk. Heel ongelukkig gevallen. Treed je nog op of doe jij nog iets met muziek op dit moment? Ja, ik begin binnenkort natuurlijk weer, snap je? Dus er staan weer optredens, presentaties, dagvoorzitterschappen. Ik ben nog steeds ambassadeur voor Alzheimer Nederland, Kans voor een Kind en Stichting Ambulancewens. Dus het zijn ook allemaal dingen die ik ontzettend leuk vind om te doen. Ja, als je eigenlijk terugkijkt op alle dingen die je hebt gedaan. Ja. Hoe kijk je daarop terug en wat is nou het allermooiste moment? Maar als ik echt terugkijk op alles, is natuurlijk het Eurovisie Songfestival, een vijfde worden. In toch wel een sterk deelnemersveld. Johnny Logan werd toen nummer 1. En uiteindelijk de populariteitsprijs krijgen bij de dames van pers en media. Europees gezien, ik kwam begin 81 kwam ik in een wereld terecht van glitter en glamour en ik denk, wacht even, ik vind zingen heel leuk, ik vind keihard werken vind ik heel leuk, maar ik hoef niet per definitie bij die scene te horen. En dat betekent dat je hier toch de rust vindt en ik hou van de mensen hier en van het down to earth. Ja, even over de Top Twente. Ja. Ja, want dat is natuurlijk waarom we jou interviewen. Ja. Wat vind je daar eigenlijk van? En dit vond ik een van de dingen toen ik het las. Ik denk, nou, dat vind ik nou een leuk idee. Want Twente heeft natuurlijk best veel muzikaliteit en talenten voortgebracht. Zou je zelf ook stemmen? En op wie dan? Op de mensen van de mensen die je net hebt genoemd? Nou, op wie dan? Nou, ik ben dan daar ben ik wel weer zo chauvinistisch in dat ik Joey, dus mijn eigen zoon, dat ik er toch wel op stem. Daar ben ik heel eerlijk in, want ik vind, die heeft zo hard gewerkt en iets neergezet. Daar heb ik zelf diep respect voor, maar ik was daar natuurlijk ook dichtbij betrokken. Maar ik vind toch de buffoons Vandenberg, Tietjen, ik blijf dat vinden.